Yes. Hey Debbie, wat superleuk dat jij in mijn podcast jouw verhalen wilt delen. Jij bent mijn eerste klant die haar verhaal in de podcast wil delen. Er zijn natuurlijk al best wel wat succesverhalen geweest bij mij in de praktijk. En ja, het is vaak best wel lastig om je verhaal te delen over iets waarbij je fysieke klachten hebt, maar geen fysieke schade. En dan in één keer. Ja, binnen relatief korte tijd van je klachten afkomt, zeg maar. Jij zit nog bij mij in mijn traject, hè? Je bent nog bezig, maar ja, toch heb je al zo'n ontzettend mooie resultaten bereikt dat ik denk, ja, ik vind het ook wel super gaaf om jou al je verhaal te laten doen, zeg maar. Dus ja, wil je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Debbie Bennenbroek, ik ben 43 en ik woon in Zomeren met mijn man en mijn twee kinderen. Ik heb twee jongens, eentje van 10 en eentje van 7. En mijn man is internationaal vrachtwagenchauffeur, dus veel van huis. Ja, vaak ben ik alleen. Als mijn man er is, dan doet hij ook superveel, dus dat is wel super fijn. Dus we zijn er wel een hecht gezinnetje. Ja. Maar ja, daar is het eigenlijk. En doordat ik eigenlijk in het circuitje eigenlijk ben begonnen en waardoor ben blijven draaien en draaien en draaien, was ik mezelf eigenlijk gewoon een beetje kwijt. En Ja. ja, kwam ik ook eigenlijk erachter van dat het ook niet alleen mezelf kwijt was, maar ook mijn lichaam een beetje aan het tegenstribbelen was. En ja, daarvoor ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar lange trajecten en zoektochten ben ik eigenlijk bij jou terecht gekomen. Ja, superleuk. Ja, je was al ooit een keer eerder helemaal in het begin hier geweest, hè, voor een eigenlijk een stuk energetische werk. Toen kwam ik inderdaad met mijn traject en toen zijn we eigenlijk daar, ja, we zijn elkaar eigenlijk nooit helemaal uit het oog verloren, zeg maar. Nee. En toen dacht jij, toen was je bij een webinar van mij. Ja. En toen dacht jij, ik ga het toch maar proberen. Ja, ik dacht ik ga de stap zetten. Ik heb te lang getwijfeld en te lang niet voor mezelf gekozen. Nu ga ik voor mezelf kiezen. Ja, Ja. en wat was voor jou het punt om te zeggen van, ja, nu ga ik met Eefke daaraan werken, zeg maar. Want jij wist al langer dat ik dit deed natuurlijk, Ja, maar... ik wist al langer dat je dat deed. En ik dacht, geef het voordeel van twijfel. Ik ging er eigenlijk heel erg open en ja, open-minded in. En ik dacht, ik ga het ervaren. Ik wil voor mezelf kiezen en ik ga het ervaren wat dit voor mij kan brengen. En tot Ja. nu toe alleen maar hele mooie positieve dingen. Nou Dus ja, dat is tot nu toe super heel veel fijn. positieve dingen, hè? Want Ja. als we even kijken naar de start van dit traject. Jij bent nu anderhalve maand bezig, zeg ik dan Ja, goed? zoiets. Ja. Zoiets ongeveer, hè? Ja. En jouw schouderklachten bijvoorbeeld, ja, daar gaf je wel echt een score van 8 tot 9 op een schaal van 0 tot 10 aan pijn. Ja, dat klopt. Ja, en vooral met sport had ik daar heel veel last van. Was ik echt wel beperkt in mijn dingen. Ja. Een bepaalde tunnel heb ik gehad en ik liep al eigenlijk 1,5 jaar lang rond met pijn in mijn schouder. Ik dacht, ik had al tunnel. Daar had ik naar gekeken. Ziekenhuis geweest. Testen gedaan. Kwam niks uit. Bloedonderzoek gehad. Kwam ook niks uit. Was niks. Fysio gehad. Dry needle. Het hielp eigenlijk allemaal niet intapen. Het hielp eigenlijk allemaal niks, zeg maar. Ik bleef maar last houden van die schouder. En Ja. bleef inderdaad maar zo'n zeurende pijn. Niet alleen met sporten, maar ook op een gegeven moment met het liggen op mijn rug in bed. Dus dat bleef inderdaad eigenlijk heel de dag doorcijpelen, zeg maar eigenlijk. En Ja, ook bij niet-activiteiten. ja. En Ja. daar wilde ik eigenlijk wel heel graag vanaf. Want daar belemmerden wij wel in een aantal dingen. Ja, het belemmerde jou behoorlijk inderdaad, hè? En dan is het zoeken, want inderdaad, dan ga je eerste stappen die je zet, is de reguliere zorg, hè? Van oké, kunnen we iets vinden wat fysiek kapot is? Ja. Ja, dat kon eigenlijk niet. Nee. Wel had jij last van verschuivende pijntjes, hè? Dan was het de schouder, je had last van je gewrichten, last van je knieën, carpaaltunnelsyndroom inderdaad, die elke keer toch ook maar weer opbleef spelen. Ja. Hè? Aan de andere kant, privé bij jou ligt er soms best wel een druk, hè? Omdat je bent geen alleenstaande moeder, maar soms met de man die chauffeur is en veel van huis is, lijkt het soms alsof je een alleenstaande moeder bent, hè? Ondanks dat hij dus heel veel doet dus, hè, als hij wel thuis is. Maar je Ja. staat er ook gewoon heel vaak wel alleen voor. En Ja. wat vond jij van jezelf als moeder nog 2 maanden geleden?
Wat ik van mezelf als moeder vond, dat ik een beetje gefaald had, zeg maar. Gewoon in het er zijn voor mijn jongens, in het genieten met mijn kinderen, in het energieke, zeg maar, om leuke dingen te doen met mijn kinderen. En Ja. dat miste ik voor mezelf. Ik was alleen maar bezig met en het huishouden en mijn kop in het zand steken om alleen maar alles draaiende te krijgen en niet van de kleine momenten te gaan genieten. En Ja. nu als het een middagje regenachtig is en de jongens uit school komen, dan gaan we met z'n drieën lekker even een filmpje kijken met ja, een theetje erbij. En dan zit ik lekker en dan hangen de twee kindjes even relaxed om mama heen. En dat Ja. was 2, 3 maanden geleden echt nog ver van ons bedshow, zeg maar eigenlijk. Ja. Ja, dat was echt wel een hele andere situatie. En Ja. uiteindelijk bleek het heel simpel. Ja. Maar het was niet makkelijk, hè? Maar het bleek wel heel simpel te zijn. Ja. Want wat heeft voor jou daarin geholpen om daarin een betere balans te krijgen? Ja, nu heb ik gewoon veel meer rust in mijn lijf. Kijk, dat ik gewoon ook de tijd kan nemen juist voor dat soort dingen. Ik zeg al, ik stopte mijn hoofd altijd in het zand en ik ging altijd maar door, door, door. En ik wist eigenlijk bij wijze van niet meer welke kleur dat ik zelf mooi vond. Dus, Nee. ja, en dat was gewoon het cirkeltje waar ik eigenlijk in kwam te zitten. En Ja. dat was moeilijk om dat voor mezelf te doorbreken. Ja, goed, aan de andere kant, hè, weet je staat er dan vaak alleen voor, waardoor je dat doorzettingsvermogen ook nodig hebt om te zorgen dat het gezinsleven blijft draaien natuurlijk. Dan kun je niet in één keer zeggen van oké, ik doe gewoon even lekker niks. Nee. Hè? Zo werkt het niet. Maar ja, als je jezelf dan zo aan het vergeten bent Ja. en constant maar bezig bent met voor de ander zorgen en ja, eigenlijk de rest voorop stellen in plaats van jezelf. Ja. Ja, dan kan je dus die fysieke klachten krijgen waar jij dus, hè, ja, waar jij last van had, zeg maar. Ja. En hè, we zeggen, we zijn nu ja, een goede 1,5 maand bezig. Ja, hoe voelt dat voor jou dat je nou zo snel zoveel verandering ziet? Soms moet ik mezelf nog wel eens knijpen dat ik dit ook echt ben. Dat ik echt ook denk van, oh, dit is echt relaxed. Mijn kinderen reageren anders op mij. Ik voel mezelf veel vrijer, zeg maar, van bepaalde dingen, van bepaalde stress die op het werk met zich meeneemt of wat dan ook. Ik kan het veel makkelijker naast me neerleggen. Het Ja. vreet mij niet meer op, zeg maar het blijft daar. En dat is ook prima, want ik hoef het niet meer mee naar huis te nemen. Want ik Nee. heb heel veel thuisdingen op mijn werk. Ik werk op een BSO, op maandagmiddag en dinsdagmiddag. En daar deed ik buiten dat, zeg maar, met mijn 6 uurtjes, had ik het idee dat ik de kar moest trekken. Van mijn andere collega's ook, die er ook nog gewoon waren. Ik eigende mezelf, dat is wel een eigenschap van mezelf, om daar wel, ja, toe te eigenen. Maar ik deed er ook heel veel thuis. En al die uurtjes en al die mailtjes die ik nog moest beantwoorden, of dacht van, oh, dan moet ik nog even op de team zetten, want dat heeft misschien nog niemand gedaan. Heb ik Ja. nu dus niet meer. En Nee. dan denk ik, wat daar is, is daar. En ik stuur nog een mailtje als ik op dinsdagavond thuis kom en vergeten ben te zeggen. En dan is het ook klaar. Ik ga er niet meer heel de dag voor zitten. Of niet meer donderdagavond zoals ik altijd deed, nog even allemaal. Nee, ik schuif het ook gewoon op anderen af. Want die zijn ook wijs en oud genoeg om dat zelf Nou op te ja, lossen. je zegt schuift op anderen af, maar je geeft eigenlijk gewoon de verantwoordelijkheid terug waar die hoort. Ja. Ja. En dat is super knap, hè? Want dan moet je leren en dan moet je ervaren dat dat zo werkt, hè? Want vaak doe je dat soort dingen ook uit een soort van ja, angst voor afwijzing, hè? Want ja, het is ook wel fijn om dat te betekenen voor iemand anders, hè? En Ja. als je dat in één keer niet meer gaat doen, oh shit, ja, wat vindt die ander daar dan van? Als ik in één keer nu nee ga zeggen, terwijl ik altijd ja zei. Ja. En dat, ja, dat moet je leren. Heb je daar voor jouw gevoel ook echt een traject meegekregen? Ja, daar heb ik zeker wel een traject mee gekregen. Door heel veel ook te schrijven. Want je hebt heel veel schrijfopdrachten inderdaad ook aan mij meegegeven. En als je Ja. dan gaat schrijven, zeg maar, wat je allemaal ook in een week gaat doen. En wat je er jezelf bij voelt. En in welke rol dat je dan eigenlijk gaat zitten. En je leest dat dan voor jezelf terug in al die bladzijden, want daar zijn er dan een Er aantal. waren Ja, er wel een paar, kom je hè? dan jezelf gewoon echt wel tegen dat je denkt van, oh, nu zit ik in die rol en nu zit ik in die, oh, nu zit ik wel heel vaak in die rol. En dan heb je echt een overzicht voor jezelf en dat je denkt, oké, dit kan ook anders. Hoe ga ik dit anders doen, zeg maar? Want het krijg al, op een gegeven moment wordt het automatisme Ja. en dan zink je steeds verder in het. In die zee mee, zeg maar eigenlijk. En je moet juist boven die zee uitkomen en erboven Ja. gaan staan. En dat was Ja. wat ik eigenlijk een beetje had. En natuurlijk vind ik het altijd leuk om dingen te organiseren en om inderdaad, ja, veel actief te zijn en dat soort dingen. Maar ik weet nou wel hoe mijn balans daarin is, zeg maar.
Ja, het hoeft niet ten koste te gaan van jezelf. En Nee. hè, jij was op een gegeven moment zoveel ermee bezig dat het eigenlijk op een gegeven moment, ja, ten koste van jezelf, ten koste van je gezin zelfs een stukje. Want ja, los van de pijn die nu eigenlijk gewoon, ja, kan ik zeggen, zo goed als verdwenen is, Ja, klopt. is er verder ook wel het een en het ander veranderd. Hè? En hoe je thuis met de kinderen omgaat en hoe de kinderen met jou omgaan. En dat heeft ook wel even een beetje kruim gekost, hè? Want ja, kinderen moesten natuurlijk ook even wennen aan de nieuwe houding van mama, zeg maar. Ja, je merkte de eerste paar weken had de jongste heel veel weerstand, zeg maar, tegen mij. Die had zoiets van, oké, jij gaat anders reageren op mij of hè, ik voel iets. En de Ja. oudste, die is juist heel erg gevoelig en die was meer aan het knuffelen. Mam, ik wil een knuffelmomentje. Oh, mam, ik wil nog een knuffelmomentje. Ik wil nog een knuffelmomentje. Die had Ja. juist het tegenovergestelde. Die dacht, nou kan ik echt gebruik maken van mama, want ze is er voor mij. Dus ik Ja, ga meer mooi. knuffelen, wat ik gewoon wel echt super fijn vind. En waar Ja. hij natuurlijk echt, ja, waar hij echt ook beaamde, zeg maar, om dat op zo'n moment ook te doen. Dus Ja. daar merk je dat je kinderen ook gewoon echt, ondanks dat het eerst met mijn jongste gewoon heel erg botste, maar die merkte gewoon van, die was zoekende hoe ik aan het zoeken was naar mezelf, zeg maar. Maar Ja. nu gaat het eigenlijk ook langzaam steeds beter. Dat ik denk van, oh ja, we snappen elkaar beter, zeg maar. We voelen Ja. elkaar beter aan. Ja, fijn is dat, hè? Hoe daar dan ook daarin mee verandert, hè? En hoe jij dan aan het veranderen bent, dat meteen zijn weerslag heeft ook in het gezin, zeg maar. En hoe dat allemaal eigenlijk gewoon veel soepeler en ja, lekkerder gaat lopen. En ja, dat de kinderen jou zelfs aan het helpen zijn met het huishouden, zeg maar. Zonder dat je ze er eigenlijk voor hoeft te vragen. Nu is het inderdaad dus om de woensdag hebben we ingesteld dat dus om de woensdag kookt ze samen mee. Dus één keer de jongste, één keer de oudste. En dat ze nu ook zeggen van, mam, ja, het is eigenlijk best veel wat je eigenlijk allemaal doet voor ons. Dus ja, dan merk je ook wel dat ze af en toe zoiets hebben van, kunnen we nog iets doen? Doen we het allemaal goed, mam? Dat was pas de Ja. vraag van de oudste, doe ik het allemaal goed? Dus Oh. jij doet het supergoed. Ja, super, hè? Ja, maar ook het stukje leren omgaan met je emoties. Op het moment dat jij daar moeite mee hebt, hè? Want we zijn natuurlijk in het traject heel veel bezig met de onbewust onderdrukte emoties, hè? En daar de ruimte aan gaan geven, dat is natuurlijk ja, eigenlijk de sleutel geweest voor het herstel, zeg maar, hè? Daar hebben we ook echt heel duidelijk gezien in de emotie reset sessie, dat dan die pijnklachten fluctueren op basis van welke emoties er boven komen. Maar het mooie is natuurlijk ook dat nu jij leert omgaan met hoe die emoties werken, dat jij dit ook weer aan je kinderen mee kan geven. Ja, zeker. Dat kan ik zeker aan kinderen meegeven. Vooral inderdaad oudsten, dit sinds kort op speciaal onderwijs. En die heeft dat dan inderdaad zeker nodig om inderdaad die emoties te reguleren. En Ja. juist zijn we daar nu heel erg aan het zoeken van. We merken ook zeker dat hij iedere week gewoon rustiger wordt, zeg maar, in die pieken en in die dalen, zeg maar. Dat het ook nu wat vlakker wordt. Dus dat Ja. is voor hem ook, en voor ons natuurlijk, maar vooral voor hem ook heel erg fijn dat zo is. Dus dingen die ik leer inderdaad bij jou, die kan ik ook bij hem toepassen. Dus dat is wel heel fijn. Ja, gaaf, hè? En eigenlijk ook daar weer, hè? Eigenlijk is het heel simpel en werkt het relatief makkelijk. Waar mensen wel eens vaak bang voor zijn, hè? Op het moment dat ze bij mij willen starten, hè, is van, oh ja, maar shit, dan wordt die hele beerput opengetrokken. Voelde dat zo voor jou? Nee. Het was juist helemaal geen beeld. Het was juist iedere keer die uien, die laagjes gingen open. Het is net of je bevrijd wordt, zeg maar, eigenlijk van die laagjes. Die Ja. laagjes gaan steeds verder open. Al die shit komt er eigenlijk uit. En dat is juist het fijne dat dat eruit kan, want dan ben je bevrijd. Dan is het Ja. net of je vleugels makkelijker open kunnen spreiden, zeg maar zo. Dat je Ja. denkt van ja, je kan inderdaad oprecht kijken naar de wereld waar je staat. En veel makkelijker. In plaats van dat er alleen maar gedrukt wordt op je schouders en dan je denkt van, oh. Ja, het is eigenlijk veel lichter dan die hele beerput met je meedragen. Nu is het een stuk lichter. Ja, en wat mensen dan inderdaad tegenaan lopen is van, oh ja, maar dan moet ik daaraan beginnen, hè. Ik heb al zoveel met iedereen gepraat over van alles, hè. Ik denk dat wij in het traject eigenlijk maar amper echt gepraat hebben samen over welke emotionele shit van vroeger eronder zit, zeg maar, hè. Die hebt die hele verhalen eigenlijk amper met mij hoeven te delen. Wat wij doen is eigenlijk vooral naar die emoties toe gaan die erbij horen. Maar
Ja, als ik nu terugkijk, denk ik, ja, ik weet eigenlijk maar heel weinig van welke emotionele shit er bij jou onder zat, zeg maar. Want dat is helemaal Nee. niet nodig om dat tot in detail samen te gaan bespreken. Nee, het was inderdaad in die emotie reset sessie inderdaad, was het juist inderdaad dat je wel iedere keer probeerde terug te halen van wat zit er nog, want ik merk mijn stem, maar dan merkte je mijn eigen stem ook. Ik begon op een gegeven moment heel hard te praten, of juist met een beetje zo'n trillende stem, dat ik dacht van wat is dit, maar het gebeurde gewoon. En je Ja. merkte wel iedere keer als we even zo'n tussenpauze hadden, dan denk je van, ja, even zo'n zucht, dat je dacht van nu is het weg. Het ebt Ja. gewoon weg. Het vliegt gewoon uit je, zeg maar zo. Dat je dan gewoon meer adem hebt en meer rust in je lichaam. Ja. Ja, Dat super kan je gaaf. niet, ja, je kan het niet echt omschrijven. Nee, dat is lastig. Je moet het eigenlijk gewoon ervaren, Ja, maar je moet het ervaren, wil je het echt mee, ja. ja, over kunnen brengen, zeg maar. Ja, en aan de andere kant, het is eigenlijk helemaal niks zweverigs. Dus het is eigenlijk heel logisch wat er Nee. gebeurt, hè? Ja. En ja, wat jij ook zegt, het voelt ook helemaal niet zo vervelend. Nee. Het voelt juist heel fijn en heel Ja. bevrijdend. En had je van tevoren gedacht dat het zwaarder zou voelen? Ik had van tevoren wel gedacht dat het zwaarder was. Dat klinkt ook zo, hè? Emotie reset. En dan denk je, oh, wat is dit? Ja. Wat gaat er met mij gebeuren? Ik denk, misschien moet ik wel gaan liggen of weet ik veel iets raars. Nee, maar dat was het eigenlijk helemaal niet. Het Nee. was juist gewoon heel licht. Het was juist iedere keer als we dan een emotie hadden gehad die dan bij mij oplopte, dan was het er ook uit. Ja. En als we verder over het traject, hè, we hebben natuurlijk tussen de sessies door ook best wel wat contact samen, Ja. hè? Hoe voelt dat voor jou? Ja, dat is juist eigenlijk wel heel fijn. Want als je dat niet zou hebben, dan zou ik denk ik ja, weer niet terug bij af zijn, maar gewoon wel dat je dan weer even terugzakt. Het is fijn als je af en toe even contact hebt met elkaar en dat je kijkt van waar zitten we, wat is inderdaad het punt waar ik naartoe wil. Zijn er nog dingen die ik, handvaten die ik van jou mee kan krijgen, zodat ik zeker niet ga terugzakken in hetgeen waar ik eigenlijk vandaan kom. En niet dat Ja. ik daar zo bang voor ben, want ik sta al sterker, zeg maar, en ik ben al 3 stappen verder als hoger dan waar ik ergens stond. Ja, Maar, nou, nog wel meer volgens mij inmiddels. ja, wel meer inderdaad. Maar het is wel fijn dat je dan altijd even vinger nog aan de pols hebt van zit ik nog op de goede weg of kan ik nog inderdaad ergens in Ja. mijn mind of in mijn emoties nog ergens iets kwijt of ja, dat. Ja, en vaak zijn het hele simpele kleine dingen, hè, waar je dan even vraagt, hè, van, oh, hoe kan ik dan hiermee verder? Of ben ik hier goed bezig? Ja. Of heb je nog even tips voor de huiswerk? Of een beetje op dat vlak. Maar dus inderdaad niet dat het zo is van, oké, je hebt een traject van een bepaalde periode, zeg maar, met 12 coachingsuren daarin. En daarnaast in principe de constante bereikbaarheid van. Ja, als er iets is, dan weet je gewoon van, oh, Eefke reageert best wel snel. Ja. Dan heb ik ook gewoon, dan krijg ik ook gewoon feedback. En dan krijg ik ook gewoon meteen even een tip waarmee ik weer verder kan. Ja, Ja. best wel heel erg klein inderdaad. Ja. Tof. Hey, van tevoren, hè, voordat je met mij in de gang ging, wat had je toen al geprobeerd om. Ja, om het resultaat te bereiken. Ja, je had uiteindelijk nog geen resultaat bereikt, anders was je niet bij mij uitgekomen. Maar wat heb je geprobeerd om eigenlijk dit al te bereiken? Ja, sowieso had ik last van mijn schouder, dus ik ben sowieso naar de huisarts inderdaad geweest. Om ja, eerst eens te kijken wat er dan inderdaad zat, ja of nee. Maar toen stuurde hij me door natuurlijk naar de fysio. Dus ik had dry needle geprobeerd, fysiotherapie geprobeerd. Voor mijn carpal tunnel heb ik ook van alles gedaan. Ja, de afgelopen half jaar, jaar. Ben Ja. weer terug geweest naar de kliniek waar ik toen geopereerd ben. Maar zelfs daar zeiden ze van, nou, het is gewoon zo. Er is verder niks kapot. Je kan verder niks kapot maken. Het is eigenlijk zo goed als hersteld. We kunnen verder ook niks voor jou doen. Dus ja, En hoe dat voelt was dat het dan? eigenlijk. Als mensen eigenlijk Ja. zeggen van ja, hoe kan dat nou? Maar ik heb toch pijn, maar jullie Ja. kunnen niks vinden. Ja, dat was een beetje zo onmacht. Want ik denk, zit het dan tussen mijn oren? Of waar zit het dan? Waar komt het dan vandaan? Ja, Dat. uiteindelijk zat het tussen je oren, maar niet Ja. op die manier zoals je toen dacht. Nee, niet op die manier zoals ik het toen dacht. Nee. Toen dacht ik van ja, hoe kan dat nou? Ik heb nog steeds pijn en ik voel dat het er is. Maar bloeduitslagen, huisartsen, fysiotherapie, alles zat gewoon goed zoals het eigenlijk hoort te zitten in mijn lichaam. Dus ik dacht, ja, hoe dan? Hoe kan dit? Ja.
Wat moet ik er nog meer aan doen? Dus dan ga Ja, je maar twijfelen aan wat dan jezelf. stopt het bijna, hè? Dan ga je bijna denken, ja, dan moet ik er misschien maar mee leren leven, want Ja, ja. ja. Ik had bijna mijn sporten, wat ik heel fijn vind, 3 keer in de week buiten bootcamp, een uurtje lang. Ja. Zomer, winter, altijd. Had ik bijna zoiets van: ik ga dit opgeven. Want als ik hier altijd pijn heb voor iets wat ik heel fijn vind en mijn uitlaatklep is, moet Ja. ik dit op gaan geven omdat mijn lichaam niet mee gaat werken. Nee. En nu is het zelfs zo dat jij aan het bootcampen bent en dat jouw trainster tegen jou zegt van, kan dat wel dat gewicht waar je nu naar doen bent? Ja, nu ben ik inderdaad weer een gewicht flink aan het opbouwen. En er staat versteld van dingen die ik nu doe. En dan ziet ze ook niet meer aan mijn gezicht van, oh, die vertrekte gezicht zo, want die heeft pijn. Of die is op de Nee. lip aan het bijten van de pijn. Nee, nu ziet ze inderdaad van, nu ben ik gefocust. Dus nu heb ik mijn ogen, die wel eens ooit zo dicht. Ben ik wel oefeningen aan het doen. Maar dan doet Ja. het geen pijn, want dan zegt ze, je bent gefocust op de dingen die je aan het doen bent. Ja. En dat is gewoon omdat ik, ja, gewoon 2 jaar lang een andere houding aan heb genomen om mijn schouder en mijn rug te ontlasten. En nu Ja. moet ik weer gaan wennen aan het feit dat ik het wel weer kan en mag gaan gebruiken gewoon. Ja, want nu ga je ook weer andere spieren gebruiken, die Ja. je natuurlijk een hele tijd of anders gebruikt hebt of ontlast hebt, zeg maar. Ja. Ja, dus dat proces zit je nu nog even in van oké. De pijn die ik dan nu voel, is dat dan gewoon spierpijn van het weer wennen aan bewegingen die ik voorheen gewoon niet kon. Ja. En, maar dat is een andere soort pijn als die je had. Dat is een heel ander soort pijn. Dit is inderdaad eigenlijk weer gewenningspijn, zeg maar, om het wel weer te kunnen en gewoon het goed ja, te doen. Ja. Ja, ik vind die zelfs lekker soms. Als ik van die spierpijn heb, dan denk ik, oh yes, mijn lichaam doet het nog. Ja, ik heb goed mijn best gedaan. Ja. Ja, Ja. dat hè. Echt Ja. super, inderdaad. Als je terugkijkt op het traject met mij, hè, waar heb jij voor jouw gevoel het meeste aan gehad? Waar ik het meeste, aan gehad heb, is ja, dat ik mezelf weer gewoon gevonden heb. Dat ik Ja. weer gewoon ik ben en ik er mag zijn. En dat ik gewoon weer energie heb om dingen te doen. Van de kleine dingen kan genieten. Met de kinderen en mijn man. Ja. Ja, dat ik ook gewoon dingen mag zeggen. En al wil ik een keer iets niet, dan doe ik het ook niet. Ik Ja. ben ook op zoek nu naar ander werk. Lekker op mijn gemakje, maar wel gewoon kijken wat wil ik, wat past er bij mij. Ja. Dat. Ja, want En als dan je had ik kijkt. gewoon een paar maanden geleden niet hoeven te denken dat ik er zo in stond. Want ik had zoiets van, ik zit hier eigenlijk goed en waarom wil ik dan iets anders gaan doen? En Ja, lekker nu in die ben ik nog, comfortzone blijven. ja, en nu ben ik nog gewoon aan het onderzoeken wat ik dan wel ga doen. En ik heb wel al lijntjes openstaan en ik heb al sollicitatiegesprekken gehad. Maar sommige dingen pasten niet bij mij, dus daar heb ik ook gewoon nee tegen gezegd. Nee. En ik ga nog gewoon lekker ervaren. Ik zit nog gewoon op mijn plekje, maar ik ga nog gewoon lekker ervaren wat dan precies wel bij mij past. Dus daar ben ik nou volop in onderzoek. Ja, mooi. En je noemde net een stukje eigenwaarde, hè? Als je je eigenwaarde voorheen een cijfer mag geven en nu? Als ik mijn eigen waarde voorheen een cijfer mag geven, dan zat hij wel op de 2-3, zeg maar. Dat was niet zo heel hoog. En nu scoort hij zeker een 8 of 9. Ja. Wauw. Ja. Wauw. Ja, die hadden we nog niet besproken, maar ik vind die gewoon zo Nee. vet om te horen. Gewoon Ja. dat. Ik bedoel, ik heb zelf niet voor niks de tattoo self-love op mijn pols staan. Omdat ik ook weet hoe het is om weinig zelfliefde te hebben en eigenwaarde. Maar ja, ik vind het echt zo vet bijzonder om te horen van jou dat je gewoon ja, op een 2-3 zat. En dat wist ik ook en dat zag je ook aan jou. Hè. Ja. En nu zit je gewoon. Ja, gewoon een 8. En weet je, er is altijd ruimte voor verbetering. Maar een 8 is een dikke, Altijd. dikke, dikke voldoende. Ja. Dus Ja, ja, zeker. super gaaf. Ik merk toch gewoon heel mijn houding. Eerst zat ik gewoon altijd zo naar Ja. voren en zo. En nu zit ik veel meer rechter en laat ik mezelf zien. En ja, Ja. dat. Ja. Ja. En vanaf het moment dat je met mij begonnen bent, en vanaf wanneer merkte je verschil? Vooral naar die emotie reset sessie. Van tevoren ook al, want je had een opdracht meegegeven om heel veel te schrijven. En ik merkte dat dat echt super fijn was. Om leuke dingen en minder leuke dingen. Dat doet mijn Ja. zoon nu ook, zeg maar. Die heeft ook een mooi schrift, hetzelfde schrift als ik. Ja, En die geweldig schrijft dus toch? ook de leuke en de minder leuke dingen als hij dat wil op. Zo hoef je niet altijd te praten, maar schrijven is ook al super fijn voor jezelf.
Ja. Dus, en daar hielp al superveel. Want dan zie je ook echt, dan kan je terugbaren, zie je ook echt van, oh ja, dat en dat en ja, dat juist niet en dat juist wel. En waar sta ik dan en waar wil ik heen en wat, oh, wat heb ik vandaag gedaan waar ik eigenlijk niet mee eens was, of dat ga ik morgen anders doen. Gewoon dat ook gewoon, dat je het terug kunt zien en dat je dan terug kunt bladeren van, oh ja, dit was wel heel zwaar, dit ga ik dus niet meer zo aanpakken, maar dan pak ik het dus anders aan. Ja. En uiteindelijk heeft voor jou die emotie reset sessie, die heeft gewoon ja, toch wel het meeste gebracht, denk ik, Ja. hè? Ja, Ja. die heeft het meeste gebracht. Dat was echt, ja, ik zeg al net, de bevrijding, zeg maar, van heel Ja. veel dingen. Die Ja. laadjes gingen open en die oude shit was eruit, om het zo maar even, hè, daar, ja, Ja. dat was het. En dat je zo Ja. klinkt dat heel zwaar en heel raar, maar ja, zo Nee, voelde het ja. wel, zeg maar. Dat is het ook, hè? En daar hoeven niet eens super zware trauma's of zo voor gebeurd te Nee, zijn. nee. Maar gewoon oude pijnen die je ooit hebt gehad, daarin te mogen loslaten, zeg maar. Ik doe ondertussen even hier een lamp aan, want het wordt een beetje donker. Lekker even storing op de podcast. Sorry voor degenen die aan het luisteren zijn, maar het is avond nu. En anders dan zien we elkaar dadelijk niet eens meer zitten, zo donker dat het wordt. Maar ja, dus inderdaad, die emotie reset sessie die heeft gewoon voor echt wel voor een hele grote bijdrage gezorgd in Ja. jouw herstel van jouw fysieke klachten. En hoe voelt het voor jou nu om anderen uit te leggen dat je. Ja, dat je pijn had en dat je die met het oplossen van je onbewust onderdrukte emoties hebt opgelost. Dat je, ja, dat je van je fysieke pijnklachten af bent. Hoe voelt Ja, het dat? is raar om dat aan iemand uit te leggen, want je weet niet precies wat je uit moet leggen. Ik heb Ja. daar ook reeds uitgelegd dat ik gewoon heel erg aan mezelf aan het werken was. En ja, dat zeg maar. Dus ja, omdat ik overal pijntjes had en ik graag mezelf weer wilde zijn zoals ik eigenlijk vroeger ook was en ben. En dat ik er mag zijn zoals ik ben. En dat ik daar keihard aan het werken was. Dat ik niet zomaar klaar was. Dus dat ik nog een heel traject te gaan had. En dat het al was. En ja, de vraag van hun was, hoe lang duurt dat dan? Ik zeg, ja, dat weet ik niet. Ik zeg, want bij iedereen is het anders en ik ben niet iedereen. En dat, zeg Nee. maar. Ja. En zeg maar, ik ben daar wel aan het werken. Dus stel dat ik een keer wat dag wat down ben, of dat ik juist te extreem vrolijk ben, of te hard voor jullie ga. Ik zeg, spreek me daar wel gewoon op aan. Ja. Ja, maar ja, ze vonden het eigenlijk allemaal wel zo heel super knap dat ik daarmee bezig was. Ja. En Ja, ze en zeiden heel goed dat je voor jezelf kiest. Want dat is eigenlijk wel het allerbelangrijkste, zeiden ze al. Eerst voor jezelf zorgen en dan voor de rest. en je kan alleen maar geven wat je zelf hebt, hè? Ja. Ja, mooi. Dus ja, echt ook wel super gaaf om te zien dat, dat de mensen om jou heen nu ook zoveel verschil merken bij jou. Hè? In het feit dat je rustiger bent en minder gestrest bent en dingen Ja. veel makkelijker kan accepteren zoals ze zijn. Ja. En... Ik kan het veel makkelijker naast me neerleggen. Eerst als er iets was op het werk of er kwam er iets van hoge hand, zeg maar, eigenlijk dat er weer een verandering doorgevoerd werd, dan zat ik eigenlijk meteen bovenop die kast. En dat merkte ik dan aan heel mijn slaaphouding, inderdaad, mijn schouders. Dan merkte ik aan het gestreste als ik dan thuis kwam, zeg maar, op dinsdagavond, dan zitten mijn ouders hier, zijn de kinderen iets drukker, dat mijn ouders iets drukker zijn. En dan. Ja, dan moest ik al ademhalen, zeg maar, eigenlijk bij de poort voordat ik naar binnen ging. Met Ja. alles wat ik eigenlijk nog vanuit mijn werk meenam. En dan moest ik de kinderen nog in bed zien te leggen, die al overprikkeld waren van mijn ouders van heel de dag. En ja, dat was alleen maar botsen en dat ging alleen maar verkeerd, kortaf tegen elkaar. En dat was gewoon niet fijn. En Nee. nu kom ik anders binnen. Ja, en nu merken ze gewoon dat het rustiger is, maar ook voor mezelf gewoon. Want wat daar is, is daar. En thuis is gewoon thuis. En dat is gewoon, ja, super fijn. Ja, vet. Echt super vet. Ik blijf nog Ja. even bij die eigenwaarde hangen. Die komt bij mij steeds weer terug. Dat ik denk, ik vind dat zo mooi om te zien. Weet je, los van pijn, los van fysieke klachten, hè, noem maar op. Het feit dat je zo gegroeid bent in eigenwaarde en zoveel beter positief zelfbeeld hebt gekregen. Ja, dat is toch eigenlijk ook gewoon alles waard. Ik bedoel, Ja, zeker. ja. Heel veel waard. Ja. Echt Ja. super gaaf. Hey Debbie, als jij iemand die nou luistert en die nog twijfelt om bijvoorbeeld in een traject te stappen met mij, wat zou jij die adviseren? Ik zou zeggen, sowieso doen. Ja, ga het gewoon aan. Kies voor jezelf en ga het gewoon inderdaad ondervinden. Ik was ook in het begin heel sceptisch en dacht van, wat is dit? Is dit zweverig? Of ik dacht, weet je, ik ga er heel
onbezonnen in. Daar Ja. ben ik ook gegaan. Ik ben er heel onbezonnen in gegaan. Ik wist niet zo goed in het begin van wat wel en wat niet. En wat kon ik en wat werd er eigenlijk van mij verwacht. En wat ging er eigenlijk gebeuren. Gewoon echt, je moet er gewoon echt beleven. En je kan het eigenlijk bijna niet uitleggen aan iemand anders. Hoe Nee. het voelt, zeg maar. Heel dat traject. Maar het is wel gewoon echt heel fijn. En ik Ja. zeg al, ik merk het in mijn gezin. Ik merk het aan mezelf. Ik merk het aan mijn werk. Ik merk het aan zoveel dingen. Dat het gewoon echt zeker de moeite waard is om het wel te doen. Ja, wauw. Hey, en dan, ik hoor regelmatig van mensen van, oh ja, maar jij coacht wel heel anders dan dat ik gewend ben. Jij bent wel echt iemand die, ja, die even die spiegel voorhoudt. En ja, het is soms ook wel gewoon even flink oncomfortabel, zeg maar. Dat is het. Ik Ja. wou Ja, die zeggen, hoe is dat momenten bij heb jou ik ook geweest? gehad, hoor. Het is niet Ja. altijd leuk dat je denkt van, oh, inderdaad, in die emotie reset sessie en jij blijft maar doorvragen en je blijft maar het zeggen dat je denkt van, oh, moet dit nou echt? Weet je, waarom moet dit? Ja, Ik had ook even hou schoon op. eerste instantie ook moeite inderdaad om het inderdaad bij jou eruit te gooien. En je zei, hou het niet in, want het is gewoon, gooi het eruit. Dit Ja. is het, hè? Je mag het, niemand ziet het, je hoeft er nergens voor te schamen, je kan het gewoon. En toen eenmaal die drempel er was, zeg maar, heb ik het ook overboord gegooid. En toen was het er ook echt uit. Dus Ja. daar, ja. Ja. Wauw, ik vind het echt Ja. super vet, super vet. Hey, als jij nog één laatste tip mee mag geven, hè, aan degene die nu luisteren en die nog met fysieke klachten rondlopen en die denken, ja, boh, hey, maar het zal allemaal wel. Wat zou jouw laatste tip zijn? Ik zou zeggen, steek je kop niet in het zand. Ga het gewoon aan. Kies voor jezelf en ga het gewoon echt aan. Ga het gewoon Ja. echt. Ja, het is even een gevecht. Zeker, maar je krijgt er iets supermoois voor terug. Ja, een relatief kort gevecht, hè? Want we zijn, ja, wat we zeggen, hè, je bent nog maar 1,5 maand ongeveer bezig. En Ja. ja, moet je kijken waar je al staat. Ja. Echt, Je krijgt zeker iets moois voor terug. Ja, jezelf weer. Dus dat is het allerbelangrijkste. Hè? dat is het allerbelangrijkste. Ja, zeker waar. Ja. Zeker waar. Tof, dankjewel Debbie voor, ja, voor jouw bijdrage in deze podcast. En dat je jouw verhalen wilt delen. Daar vind ik echt, ja, ben ik heel dankbaar voor. En ik hoop dat jij hiermee weer andere luisteraars enorm geïnspireerd hebt om, om een stap te gaan zetten. En weet je, is het niet met mij, is het met iemand anders? Maar dat, weet je, dat maakt niet uit. Maar ga iets doen. Ja, blijf niet stilstaan, want je blijft alleen maar in een circuitje. En je denkt altijd, oh, ik kan het wel zelf. Maar je kan het niet zelf. Je hebt juist net even dat drempeltje nodig van Ja. mensen die inderdaad er verstand van hebben. En die je net over die drempel weten te schoppen. Ja, en die je wellicht ook de veiligheid geven om, om te laten zien dat het er allemaal mag zijn, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, Ja. super. Dankjewel. Ja, jij ook, dankjewel.